Slowakije is de Korels inmiddels in de verkoop. Maar dat is niet de motor die in de rest van Europa geleverd gaat worden door het nieuwe Chinese merk. Want in de rest van Europa willen we zuinige motortjes. Mooie, efficiënte, zuinige motoren. En daar wordt aan gewerkt. Een keurige, efficiënte 1.2 turbomotor. Dat wordt de motor waar Korels de rest van Europa mee gaat veroveren. Althans, dat is het plan. Het is een nieuwe auto hier op Genève. De 5 deurs. Er was al een 4 deurs. Er komt een crossover. Er komt een estate. En er komt een SUV. En dat zijn dan allemaal auto's die min of meer dezelfde basis hebben. Vervolgens is het Chinese merk neergezet in China, daar waar de auto overigens nu al te koop is voor ongeveer 13.000 euro. In Europa staat het merk dan ook en daarna gaat het omhoog met grotere modellen en omlaag met kleinere modellen. En als het dan allemaal goed gaat volgens Korels, staat er binnen een paar jaar een complete lijn van auto's. Kijk, nieuw neusje voor de Rolls-Royce Ghost. En een nieuwe neus voor de Focus. De kleinste Jeep ooit. De Jeep Renegade. En dan zou die eerst Jeepster heten en Junior. Die naam die ging ook rond en het werd Renegade. En is dat dan goede naam. Renegade is eigenlijk een toevoeging, hè, op een Jeep model. En nu is het dan een variantnaam. Nou, het is wel een hele echte Jeep naam. Dat dan weer wel. En het oogt ook als een hele echte Jeep, deze Renegade. Maar hij deelt mooi techniek met de Fiat 500X. Die overigens nog gelanceerd moet worden. De beide auto's hebben een productiefaciliteit in Italië. In Melfi, halverwege Italië. En dan verwacht Jeep hier heel veel auto's van te gaan verkopen. Onderhuids veel overeenkomsten met producten van Fiat, wat logisch is, een Jeep hoort bij Fiat. En ja, synergie, dat levert kostenbesparing op en dat zie je dan binnenin ook. Allerlei Fiat onderdelen, dat geeft niet, want die auto heeft wel een Jeep look en een Jeep gevoel. En hoe dat dan uiteindelijk rijdt, ja, dat moeten we natuurlijk nog even op wachten. Waarschijnlijk pas ergens van de zomer, op z'n vroegst. Maar het is wel een echte Jeep. En dat is zo belangrijk, hè? Dat je dat Jeep-gevoel hebt in zo'n auto. Of in zo'n autootje, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is wel een klein ding. En dan wordt hij uiteindelijk leverbaar. En dat is ook wel weer logisch natuurlijk. Met tweewielaandrijving of vierwielaandrijving. En als tweewielaandrijver, ja, dan moet die prijs toch zeker onder de 30.000 euro duiken. De auto van februari in Nederland, dat was de Suzuki Alto. Beetje verrassend. Gek ook eigenlijk, want dat is een tamelijk oude auto. Dit is de Celerio en dat is de opvolger van die Alto. Vergeet de naam Alto. Vergeet de naam Alto, Celerio. Dat is het vanaf nu bij Suzuki. Hoeveel liter? Inderdaad, ongeveer 250 en die vorige had 190 liter. Hij is dus ruimer. Kan ook niet anders, want hij is een centimeter of 10 langer. Voorin een nieuw brommetje, 3-cilindertje met 68 pk. Zuiniger. En de auto is in totaliteit een fractie volwassener. Het voelde wel een beetje leeg aan, een beetje budget. Dat hoorde je ook als je bij de Alto zo'n deur sloot. Boordkarton was het en het klinkt nu gewoon dof. Zoals een autodeur hoort te klinken als je hem sluit. En van binnen ziet het er ook gewoon netjes uit. Blijft natuurlijk een A-segment auto, een stadsauto. Dus niet al te veel fijne snuisterijen. Ja, en dan wordt het druk in dat segment, hè? Een nieuwe Twingo, een nieuwe iGo, een nieuwe 108 van Peugeot, een C1. We hebben een Kia Picanto en een Hyundai i10. En dat zijn allemaal auto's die populair zijn in Nederland. Want relatief veel voor een beperkt budget. En nou, die auto's die ik zojuist noem, die springen eruit door hun speelse karakter. En dat ontbreekt een beetje bij de Alto. Het ziet er net eventjes ietsje te gewoon uit. Je kunt het niet
personaliseren, niet lekker op smaak brengen. Maar dan denk ik wel weer dat de kwaliteit voor elkaar is. En als Suzuki die prijs dan scherp houdt, het liefst onder de 8000 euro, dan hebben ze toch gewoon weer goud in handen. Bezig, hè, de laatste jaren. De Mazda 6 is een mooie auto, vind ik. De Mazda 3, elegant. De CX-5 is een SUV waarvan het design goed in balans is. En dan is dit de opvolger van de Mazda 2. Je ziet er nog steeds Mazda 2 in. Hij is fors gegroeid. Ze noemen hem nu Azumi. Maar het wordt gewoon Mazda 2. Eind van het jaar al. Definitieve vorm. Natuurlijk een klein beetje anders. Dit is dan een concept. Spiegels zijn heel compact. Ga niet in productie zo, die deurgrepen, daar heb je natuurlijk niks aan. De auto zal die onderste carbon rand niet hebben en normalere wielen. Maar een mooi wapenfeit bij deze Mazda 2. Er zit een heel nieuw 1,5 liter dieselmotortje in. Ultra zuinig, 90 gram CO2 uitstoot of misschien zelfs wel iets minder. En dan is het tijd dat die Aziatische automerken hun neus optrokken voor diesels. Definitief achter ons. Subaru heeft een nieuwe dieselmotor ontwikkeld en Mazda dus ook.